Hoi, wat leuk dat jij weer een aflevering komt kijken. Vandaag is een aflevering weer in mijn moestuin. Nou, het ziet er allemaal heel groen en bossig uit. Laten we even kijken wat er nog staat en hoe het nog gaat. Om te beginnen bij mijn andijvie. Nou, daar kan ik heel snel over zijn. Ik heb alle andijvie geoogst door het helemaal eruit te halen. Het ging hartstikke goed en ik heb echt meerdere keren kunnen oogsten de afgelopen weken. En ik heb ze dus nu alle vijf eruit gehaald. Nou, je gaat dus niet kunnen zien waar ze stonden. Komt dus ook eigenlijk goed uit, want alles groeit zo goed en wordt zo groot en breed dat het wel de ruimte kon krijgen door inderdaad de andijvie eruit te halen. De andijvie werd als huis gebruikt door de slakken in mijn tuin. En ze aten dus niet andijvie op, maar deze lagen Afrikaantjes. Maar de bladeren werden erg slijmerig, dus dat vond ik niet zo fijn. Dus ik heb ze gewoon geoogst door kroppen al eruit te halen. En dan de bovenste bladeren die nog gewoon niet slijmerig waren, die hebben we dan nog kunnen gebruiken. En de rest niet. Palmkool gaat nog steeds goed. Ik heb weer wat bladeren die ik kan oogsten. Nou, dat wordt dus weer lekker in de fried rice. Iedere keer kan ik gewoon wat bladeren aan de onderkanten afplukken. En dan zorg ik ervoor dat de jonge bladeren aan de bovenkant gewoon nog blijven staan. En dan groeit die dus iedere keer naar boven. En dan wordt het een soort palmboom. Nou, het is een beetje een heerlijke bebossing hier. Ik heb hier dahlia's er allemaal omheen geplant. En die zullen natuurlijk ook flink gaan groeien. En eigenlijk is het mijn hoop dat de palmkool door blijft groeien en dat hij zo over mijn dahlia heen uit gaat stijgen. Nou, we gaan kijken hoe dat gaat en hoe dat werkt. Mijn courgetteplanten in de pot, die gaan nog steeds goed. Ik heb hier een tweede courgette om te oogsten. Laatst heb ik al een courgette van de pot ernaast geoogst. Nou, vandaag ga ik deze dus oogsten. We hadden het laatst lekker kunnen eten in een ovenschotel. Mijn man had een lekkere ovenschotel gemaakt met gehakt. Nou, het smaakte echt super lekker. En wat heel bijzonder was, wij eten normaal geen courgettes. Mijn man lust geen courgette. Dus normaal eten we dat niet. En ik wilde het toch even proberen. En hij heeft eigenlijk bijna alles wat over was nog opgegeten. Dus ik geloof dat dit wel geslaagd is. Dit ga ik dus weer oogsten in de koelkast plaatsen. En eens kijken wat we daarmee gaan maken. Mijn moestuin ziet er soms echt wel uit als een jungle. Waar je gewoon echt doorheen moet gaan graven lijkt wel om op zoek te gaan naar schatten. Nou, hier zitten we dus bij de boontjes. Drie bonenplanten. Ze gaan alle drie nog steeds goed. En daar zie je dus dat bloemen nog bloeien, maar dat er ook al bloemen uitgebloeid zijn. En je ziet daar zelfs al bonen hangen. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf. Het is mijn eerste jaar met bonen, dus dat vind ik wel heel bijzonder om te zien hoe dat dan groeit. En eens kijken hoe dat dan straks op mijn bord zal smaken. Mijn komkommerplant. Ik heb laatst al één komkommer geoogst. Nou, er komt dus nu al een tweede aan. En die groeit ook al groot genoeg. En volgens mij kan ik die inderdaad weer gaan oogsten. Ja, ik zie dat ik die wel weer kan oogsten. Hier onderaan is hij nog mooi lichtgroen. Daarboven begint hij een beetje donker van kleur te worden. En bij het oogsten van de vorige komkommer heb ik inderdaad gemerkt dat ik hem echt wel een beetje op tijd heb geoogst. Ik had niet nog langer moeten wachten, want dan werd van boven, waar je dus de donkere kleur ziet, begon die al een klein beetje bitter te worden. Terwijl die onderaan nog gewoon heerlijk fris smaakte. Dus deze ga ik zo meteen ook oogsten. Dus dan heb ik al één courgette binnen en een komkommer. Ik heb hier nog één spinazieplantje staan. Spinazie was dit jaar bij mij niet zo'n succes geworden. Ze schoten allemaal eigenlijk vrijwel snel door tot bloei en dan tot zaad. Ik heb nog een paar blaadjes wel kunnen oogsten, maar het is mij dit jaar gewoon niet gelukt. Ik heb deze dus speciaal laten staan, want nadat het uitgebloeid is, kan ik op zoek gaan naar nieuwe zaden. En dan kan ik het volgend jaar weer opnieuw proberen. Hier onderin heb ik ook nog één rucola plantje staan. Dus de vorige keer dat ik gekeken had was het eigenlijk, radijs. Eén radijsplantje staan. De vorige keer dat ik gekeken had was het nog een heel klein knikkertje. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer gekeken. Nou, nu laat ik het ook maar zo, want hij is gaan bloeien. Kijk. En ik laat dit nu gewoon mooi staan. En ik ga na de bloei ga ik zaden oogsten. En dan ga ik volgend jaar weer opnieuw proberen met radijs. En ik had als tip gekregen van Koen dat ik kalium moet proberen. Dus ik hoop hier straks nieuw zaad uit te krijgen. En dan ga ik volgend jaar opnieuw radijs zaaien. En dan meer kalium aanbieden. En krijg ik hopelijk meer dan kleine knikkertjes. Nou, mijn koriander is enorm geworden, echt heel groot, maar ziet er wel heel mooi en heel gezond uit. Dus wat dat betreft ben ik zeer tevreden over hoe het gegaan is. Hij is er wel klaar mee, want het is begonnen met bloeien. En ik zit even te denken. Ik denk dat ik het gewoon inderdaad laat staan en dan zaden ga oogsten, zodat ik weer opnieuw kan zaaien.
Op zich ging het best goed met de radijsplantjes die ik allemaal opnieuw heb gezaaid. Maar ja, je ziet wat er dus is gebeurd. Deze plantjes zijn gevonden door slakken. En heel erg veel slakken moet ik zeggen. Ik heb de afgelopen dagen, ik weet niet, ik geloof dat ik minstens 20 tot 30 slakken per dag uit mijn tuin aan het plukken was. Het was echt een slakkeninvasie hier in mijn tuin. En van sommige plantjes is ook gewoon helemaal niks meer overgebleven. Dus ze hebben mijn rucola goed te grazen genomen. Ik heb mijn rucola maar eventjes op een andere plek gezet. Even wat hoger. Zodat ze er wat meer moeite voor moeten doen. En ze dus niet meer zo snel bij de planten kunnen komen. De rucola die ik dus eruit heb gehaald. Hè, dus die ik dus eerder dit seizoen had gezaaid. En tot bloem heb laten worden. Nou, die doen hun taak. Even kijken hoor. Want ik zag hier al wat boontjes ernaast groeien. Kijk, je ziet dus. Dit is een plantje die is gaan hangen. Die staat dus niet echt meer mooi rechtop. Nou ja, dat geeft op zich niet. En kijk, daar groeien dus boontjes aan. En in die boontjes, daar zitten dan dus de zaden in die ik wilde hebben. Want ik had al gezegd, dit was mijn laatste rucola zaden dat ik nog had. En ik wilde eigenlijk weer nieuw zaad gaan hebben. Nou, op deze wijze kom ik dus weer aan nieuwe rucola zaden. Ik laat gewoon de plant staan als die gaat bloeien. En ik wacht geduldig totdat de bloemen klaar zijn. En als de bloemen uitgebloeid zijn, dan komen dus daar boontjes aan. En in die boontjes, daar zitten dus de nieuwe zaden voor me in. Nou, ik wacht dus nog even totdat de boontjes een beetje wat bruin beginnen te worden. Zodat ik kan zien dat de zaden rijp zijn. En dan ga ik ze dus oogsten. En dan heb ik weer bonen, dan heb ik dus weer zaden om volgend jaar weer veel rucola te zaaien. Het gaat heel goed met mijn twee tomatenplanten, cherry tomatenplantjes. Het ziet er allemaal wel goed uit, het ziet er gezond uit. Ik heb hier en daar geprobeerd ze te verstevigen. Dus de stammen, zeg maar, de stengels vast te binden aan een stok. Of ik dat helemaal goed heb gedaan, nou, dat moeten we nog gaan merken. Maar tot nu toe zijn ze nog de regenachtige dagen goed doorgekomen. Moeten alleen gaan kijken of het voldoende is wanneer er ook echt zware cherry tomaatjes aan hangen. Nou, dat zullen we dan straks zien. Ik zie daar al wel wat bloei, dus er begint iets te gebeuren, maar nog niet echt heel erg veel. Wat bloei betreft zie ik nog niet zoveel. Nou, wel heb ik hiervan geleerd wat meer rekening te houden met de plantafstand, maar ook waar ik het naast plant. Hier de cherry tomaatjes en daar de boontjes. Dat gaat eigenlijk wel goed. Afstand ziet er goed uit en ook inderdaad met de boontjes gaat dat wel goed. Maar dezelfde afstand met tomaatjes en dan kosmos, ja, dat gaat niet goed. Die twee zitten echt te dicht op elkaar en groeien ook in elkaar over, zoals je hier ziet. Dus dat is dan weer even een les voor de volgende keer. Kosmos gaat wel heel erg goed. Ik zie daar al bloei. Of tenminste, het wil gaan bloeien. Ik zie al bloemknoppen bovenin staan. Dus ik ben heel benieuwd. Het is mijn eerste jaar met kosmos, dus hier moet ik nog veel van leren. Dus ik ben benieuwd hoe dit het straks gaat doen. Het gaat ook nog steeds goed met de plukslaplanten. Ik denk dat dit wel de laatste oogst gaat worden en dat ik daarna de pluksla dus helemaal eruit haal en niet meer ga plukken. Wel leuk hoe dat dus werkt met pluksla. Ik ben daar eigenlijk wel een fan van. Je plukt dus iedere keer van onder naar boven. Dus je ziet ook dat het een beetje een soort boompje wordt van onder naar boven. En het blijft dus eigenlijk doorgroeien naar boven. Maar het zal dus niet heel erg lang nog meer lekker smaken. Dus bij de volgende oogst ga ik ze dus alle vier oogsten door de hele plant eruit te halen. Dus dan komen er weer wat plekken vrij om te kijken hoe de rest van de tuin zich uitbreidt. Want het is echt een volle boel hier. Ik vond pluksla gewoon echt zeer geslaagd. En dat wil ik zeker volgend jaar weer gaan zaaien. Dit is mijn eerste poging aan kroten. Nou, eigenlijk mijn tweede poging aan kroten. Want de eerste poging was eerder dit jaar. En toen kreeg ik ze al niet eens tot plant. En nu heb ik inderdaad wel plantjes in mijn tuin. Sommige zien er ook al wel goed uit. En kan ik dus gaan oogsten voor in de salade. Maar ja, deze zijn ook al flink gevonden door de slakken. Dus dan moet ik maar even kijken. Er zitten wel een paar goede bladeren tussen die ik kan oogsten. En de slakken hebben al heel veel gegeten. Dus daar moet ik zo meteen even op zoek gaan naar wat oogstbaar is. Of misschien gewoon alleen maar bladeren verwijderen. Omdat ze dus niet echt meer lekker zijn. En dan gewoon wachten totdat er weer nieuwe groeit om te oogsten. Nou, hier is dat iets niet heel erg goed gegaan. Met de snijbieten. Dus dit zijn weer snijbieten. Dit zijn de snijbieten van de moestuintjes. De kroten die je net zag, daar had ik een pakketje gekregen toen ik mijn zaden had besteld. Nou, dit gaat ook niet echt heel erg geweldig. Nou ja, dat is een beetje mijn eerste poging van snijbieten en kroten. Dus daar moet ik nog heel veel van leren. Het gaat wel nog steeds supergoed met mijn aardbeienbak. En elke dag
kan ik wel weer wat aardbeidjes vinden om te plukken. Dus dat is eigenlijk wel een leuke beloning iedere keer. En dit wordt dus nieuw voor mij. Dit heb ik wel verleden jaar gekocht, maar verleden jaar heb ik het nog niet kunnen oogsten. En dit jaar ga ik dus wel aardbeidjes kunnen oogsten van mijn framberries en van mijn pineberries. Dus dit wordt voor mij wel heel erg spannend. Kijken hoe dat smaakt. Ze zien er wel heel bijzonder uit. Naast het oogsten moet ik nog steeds blijven zoeken naar uitlopers. Deze plantjes die hebben zoveel energie in zich. Die blijven maar uitlopers willen maken om nieuwe aardbeienplantjes te maken. Maar dat mag nu gewoon echt niet. Dus ik moet iedere week, 2 of 3 keer per week, ben ik dus alle plantjes aan het langsgaan. Op zoek naar de uitlopers en haal ik ze eruit. En hier moet ik ze iedere keer een beetje redden. De mieren die graven ze eigenlijk helemaal in. Die graven dan de kronen helemaal in tot hierboven. En gisteren ben ik al langs geweest en heb ik ze alweer uitgegraven. Kijk, hier moet ik ze zo weer gaan uitgraven. De mieren die begraven de boel hier. En dan moet ik ze dus weer helemaal gaan uitgraven. De lenteuitjes in mijn pot, nou, die gaan nog steeds goed. Die groeien nog steeds mooi. Je ziet de voorste lenteuitjes, die krijgen dus wel meer zon zo te zien. En die zijn dan ook veel verder in ontwikkeling dan de lenteuitjes daarachter. De lenteuitjes hier in de hoek, ja, die zijn nog steeds zielig. Die doen het nog steeds niet geweldig. Dus volgend jaar maar gewoon lenteuitjes in bloempotten. En dan aan de andere kant in mijn tuin. En naast knoflook, nou, die beginnen ook al te hangen. En die beginnen ook al wel bruin te zijn. Dus ik moet straks maar even gaan kijken of ik er al 1 of 2 kan oogsten. Ik zal er even eentje uitgraven om te kijken of ik al een mooie knoflookbol heb. En dus al knoflook hiervan kan oogsten. En ernaast mijn aardappelplant. Tja, wat zal ik ervan zeggen? Het is mijn eerste ervaring met de aardappelplant. Het begint al wel te bloeien. Dus daarboven zie ik al wel bloei. En nu moet ik gaan uitkijken naar wanneer het een beetje geel begint te worden. En dan ga ik kijken of ik hieronder dus al wat aardappelen tref. Achter de phacelia plantjes zie je dus mijn... dit is mijn blauwe bes. Oh nee, even kijken. Dit zijn mijn rode bessen. En je ziet dus al dat er aan mijn struik al wel wat bessen groeit. Ik krijg nog niet zo heel erg veel, want ik heb de snoei eigenlijk niet heel goed gedaan van de bessen dit jaar. En de verzorging wat minder goed gedaan van de bessen dit jaar. Dus dat is dan eigenlijk waar ik dus volgend jaar meer mijn best voor zal moeten doen. En mijn aandacht meer aan zal moeten schenken. In een grote bloempot, daarin staan dus de Albert Heijn zonnebloemen, de 2 Albert Heijn zonnebloemen. Nou, die gaan eigenlijk wel heel erg goed. De bloemknoppen zijn zich daar al mooi aan het ontwikkelen. En ze worden natuurlijk niet zo groot als wanneer ik ze in de volle grond had geplant. Maar dat geeft ook niet. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben zo. Ze houden zich gewoon prima. Ik had wel hier en daar wat verstevigd met touw. En dat heeft natuurlijk ook wel geholpen bij het weer van de afgelopen tijd. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik ze wel stevig genoeg vind zo in de pot om zichzelf te redden. Nou, ik had de pot even wat extra gevuld met dahlia's. Nou, de dahlia's die doen het ook al heel erg mooi. Staan mooi in bloei. En ik zie dat ik hier weer eentje die uitgebloeid is moet wegknippen. Alle uitgebloeide bloemen haal ik altijd weg. Want dan blijft de energie in de plant en dan blijft het mooie bloemknoppen aanmaken. En ook grotere bloemen aanmaken. Nou, dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Die doet het wel heel erg mooi. Onderin staan mijn Galaxy petunia's. En die beginnen ook wel een beetje leuk te doen. En ook al mooi de Galaxy kleuren te laten zien. Hier en daar in mijn moestuin staan ook wat bloeiende planten met de bedoeling hier de lage Afrikaantjes. Want die werken natuurlijk heel erg goed tegen aaltjes. Als je eenmaal last van aaltjes hebt, dan valt er niks anders aan te doen dan de plantjes uit de tuin te halen. Wat erg jammer is, maar deze lage Afrikaantjes die werken daar heel erg goed tegen. Want als ze daaraan knabbelen, dan gaan ze dus dood. Omdat er wel zoveel groen is, hebben de lage Afrikaantjes heel veel last van slakken. En vooral toen de andijvie er nog stond. Dus, maar goed, ik vind ze zijn nuttig en ze zien er heel mooi uit. En dat gaat wel aardig zo. Ik denk wel dat als ik hier de snijbieten en de kroten, als die klaar zijn en geoogst kunnen worden, dat ik dan beter de lage Afrikaantjes van achteren zo op een rij eigenlijk zo naar voren moet halen. Dat dat beter is voor de planten, voor de lage Afrikaantjes. En dat dat er denk ik ook wel wat leuker uitziet. En hier... dit is een hoek met bloemen, dus allemaal dahlia's staan hier. Er staat daar een ranonkel, maar daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg goed in ranonkel. Dit is mijn eerste keer ranonkel dit jaar, dat gaat nog niet zo heel erg goed. Daar moet ik nog veel over leren.
En hier staat de incarnaatklaver van de moestuintjes. Dus ik ben benieuwd hoe dat er straks uit komt te zien. Achterin, daar beginnen ook het een en ander te bloeien. Ik heb daar al één zinnia in bloei staan. Verder heb ik daar aardig wat leeuwenbek gezaaid. En dat heb ik dus ook nieuw dit jaar. Dus daar ben ik ook op aan het wachten. Ik zie al wel bloemknoppen aan mijn leeuwenbek. Dus ik denk dat in de volgende moestuinaflevering je hier steeds meer zal zien. En dat dat daar achterin steeds spannender zal worden. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!